Hi, ik ben David en ik ga jullie laten zien hoe je een Schotsberg lichtgewicht gietijzeren koekenpan kan inbranden. De koekenpannen zijn al ingebrand, maar we gaan de patinalaag nog beter maken door hem nog een keer in te branden. We nemen een pluisvrije doek, we nemen de Schotsberg inbrandolie en dan wrijven we de pan helemaal in. Zodat je een mooie, glimmende, vettige laag ziet over de hele pan. Wat heel belangrijk dan is dat je hem met een droge doek weer helemaal uitwrijft, totdat hij weer droog is. Let wel op dat je ook de steel helemaal vetvrij maakt, want als je de steel niet vetvrij maakt en hij krijgt hitte, verkleurt hij. En dan steken we het vuur aan. Dat duurt eventjes voordat die pan warm wordt. Die lichtgewitpannen zijn natuurlijk veel sneller warm dan het gewone gietijzer. En je wacht tot hij begint te roken. Als hij rookt, laat je hem nog een minuut lang doorroken op het vuur. En dan zet je alles uit en is je pan ingebrand. Hoe vaker je een pan inbrandt, hoe beter de patinalaag wordt. En hoe mooier de anti-aanbak eigenschappen van de pan gaan werken.